En vandaag gaan we in het thema van vakantie blijven en eens kijken naar hoe betalen we dan best in het buitenland. En ik ga het erover hebben met Anne Faseel. Dag Anne. Dag Doreen. Misschien moeten we jouw microfoon een klein beetje doen zakken. Ik vraag het me af. Hebben ze jou dat al geleerd, hoe dat moet? Hebben we dat al eens geleerd, maar ik was daar eigenlijk niet zo bedreven in. Dus ik... Ja, pas op. Zo, zeg. Ja. Hopelijk blijft hij dat staan. Dat is beter. Ja, ik hoop het. Voilà. We gaan het hebben over hoe we betalen in het buitenland. Ja, dat spreekt blijkbaar een beetje voor zich, in a way, als je die vraag stelt. Maar toch vond ik een aantal leuke invalshoeken. Eerst en vooral, welke betaalmogelijkheden zijn er? Ja, dan zijn er maar twee. Hè? Ja, inderdaad. Dat zijn eigenlijk echt, ja, zoals overal, cash of kaart. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, en het verschil natuurlijk, want verschillende kaarten, daar wordt het al iets ingewikkelder, kan je ook niet sowieso gebruiken in het buitenland, denk ik. Dus je hebt kredietkaarten en debitkaarten. Ja, wat is daar juist het verschil? Wel, het verschil tussen een kredietkaart en een debitkaart is een debitkaart die is gelinkt aan jouw rekening, je zichtrekening. En eigenlijk gelijk welke verrichting dat je ermee doet, haal je geld af, betaal je, het gaat dadelijk van je rekening. Ja. Je ziet het dadelijk. Bij een kredietkaart wordt dat meestal pas na een maand afgerekend, soms zelfs gespreid over meerdere maanden. Een kredietkaart is ook een beetje duurder, heeft wat meer services ook, soms een verzekering of zo erin begrepen. Is wel doorgaans wereldwijd meer aanvaard dan een debitkaart. Ja, want ik heb al met een debitkaart, met je gewone bankkaart, in het buitenland gestaan en dat dat toch niet lukte. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Zelfs als je met de chip. Ja, dus een kredietkaart hebben als je naar het buitenland gaat, is zeker een voordeel. Zolang we binnen Europa blijven, welke betaalmethode raad je eigenlijk aan? Want veel cash op zak hebben brengt ook risico's mee natuurlijk. Ja, dat raden we in C nooit aan. Een beetje cash raden we wel aan, maar te veel cash niet nu. Binnen Europa moet je zeggen, blijf je binnen de eurozone waar je met de euro betaalt, die landen. Ah, ja. Of ga je buiten de eurozone, binnen de eurozone, is het eigenlijk heel simpel. Dan is het quasi identiek zoals hier. Je hebt je euro's op zak, je kan cash gewoon met euro's betalen. Voor de rest zeggen wij, geld afhalen altijd met een debitkaart. Want ook hier in België betaal je kosten, een service fee, als je geld afhaalt met je creditcard. Dat blijft in het buitenland ook zo. Wel misschien twee zaken om aan te denken. Zelfs binnen de landen in de eurozone zijn er in die populaire vakantiebestemmingen zoals Italië, Spanje, Griekenland, Kroatië, wel bankautomaten waar ze toch zo'n service fee aanrekenen. Ook om met je debitkaart geld af te halen. Nog eentje die misschien een leuk weetje is. Vertrek je op cruise van bijvoorbeeld Italië, een land binnen de eurozone in Europa, dan is de kans groot dat dat schip onder Amerikaanse vlag vaart. Want heel veel cruiseschepen varen onder Amerikaanse vlag. En dan gelden toch wel de regels voor buiten Europa. Als je daar betaalt, op het schip. Ja. Dus geef eens een voorbeeld. Als je zegt, van ik ga nu binnen Europa, maar buiten de eurozone, dan denk ik aan landen als Denemarken, Hongarije, UK. Gaan we dan nog verder, buiten Europa, dan zitten we in bijvoorbeeld Amerika of zo. Dan betaal je, daar moet je eigenlijk, dat is iets trickier. En moet je een beetje nadenken wat je doet. Moet je een mix van je betaalmiddelen gebruiken. Hele kleine bedragen, zeggen wij, betaal die cash. Want je zit altijd met die vreemde valuta. Ja. Die wisselkoers, een pakje koeken van 2 euro, ga dan niet met je kredietkaart betalen, want misschien komt het uiteindelijk op 3-4 euro voor die koeken. Maar geld afhalen blijft nog altijd het beste met je debitkaart als het kan. En betalen in een restaurant, in de winkel of zo, doe je daar best met je kredietkaart. En haal voldoende af. Als je dan toch geld gaat afhalen, dat is mijn tip. Dat heb ik ook al meegemaakt. Bestaat dat effectief in onze tips? Ik ga maar 100 en dan daarna denk je, dat is al op. Wel, een van onze volgende vragen is, hoe kan je kosten vermijden? En dat is een van de tips die wij inderdaad ook geven. Go big. Als je dan toch geld afhaalt, ga niet voor 4 keer 50 euro, maar neem inderdaad direct 200 euro. Er komt 5 euro of zo bij, effectief. Ja, het kan heel veel zijn. Hè? Ja. Ze vragen dan wel jouw toestemming, maar daar sta je dan inderdaad. Ja, toch inderdaad doen, hè? Dus moet je wel eens duwen. Maar dat komt eigenlijk later, hè? Oké, dat is goed. Daar komen we op terug. Ik wist dat niet, hè? Nee, we hebben dat niet afgesproken. Nu, als je dan toch cash wil en je gaat inderdaad in een land waar geen euro is, dan moet je dat gaan wisselen. Ja. Klinkt heel oldschool, maar het is zo. Hè. Stel, we gaan naar Polen bijvoorbeeld, dan moeten we naar die zloty. Waar doe ik dat dan best? En wij raden dat eigenlijk ook wel altijd aan. Hè. Van een beetje cash toch mee te nemen, want weet nooit, kom je het 's nachts toe en kan je taxi misschien niet met kaart betalen. Ja. Dus, maar
eigenlijk is ons eerste antwoord daarop, bereid je goed voor als je op reis vertrekt. Zeker als het naar verre, vrij onbekende landen zijn. Ja. Ga eens kijken op de website van de FOTS Buitenlandse Zaken, op die reisfora, reisblogs. Mm-hmm. Daar kan je heel veel terugvinden, zeker over de huidige situatie, over geld wisselen. Want in sommige landen mag het niet. Staat er een beperking op hoeveel je mag in- en uitvoeren cashgeld. Dus te veel is zeker nooit, het is ook niet altijd mogelijk. Maar als het kan, dan zeggen wij, ga hier naar de bank, naar een wisselkantoor, afhankelijk van wie het beste tarief biedt. Neem een beetje mee. Zit daar heel veel verschil op? Goh, dat durf ik niet van buiten zeggen, maar het is wel de moeite. Heb je toch zo'n wisselkantoor in de luchthaven, dan denk ik, dat zal wel Daar kan dat ook doen, maar ik zou persoonlijk denken, maar ik kan het niet als expert zeggen, ik zou denken dat het op de luchthaven misschien iets duurder is, want dat is al zo last minute. De bank lijkt mij inderdaad. Bank of wisselkantoor. Ja. Sommige munten, weet ik van een collega, zijn niet altijd beschikbaar bij de bank. Dus moet je een beetje zien wat dat de mogelijkheden zijn. Kijk gewoon zelf. Ja, en neem tijd genoeg, want soms moeten ze die effectief bestellen. Ja. Dus neem daar een beetje die tijd voor. Neem daar een beetje mee als het kan. En anders zou ik zeggen, inderdaad nog op de luchthaven of ter plaatse. En kan je dat vermijden, dat er extra kosten zijn als je in het buitenland geld wil afhalen, of eigenlijk niet? Goh, eigenlijk, van zodra dat je in landen zit met een vreemde valuta, is het heel moeilijk om kosten te vermijden. Mm. Voor mensen die vaak, dan zeg ik meerdere keren per jaar, buiten de eurozone reizen, is er de mogelijkheid van eventueel, je hebt de neobanken. Dat zijn eigenlijk banken die via smartphone, via een app werken. En die bieden gratis kaarten voor het buitenland aan, ook prepaid kaarten. Okay. Maar dat zijn wel, daar zijn heel wat. En daar zit er dan geld op en dan kan je daarmee lokaal daar zijn kleine betalen. Lettertjes, daar zijn beperkingen qua verrichtingen op de tijd wanneer het geldig is en zo. Dus dat is toch wel oppassen. En neem die bank zeker niet als enige bank, voordat je altijd toch ook wel nog bij een grote bank aangesloten bent. Verder, kosten vermijden, dat had je al aangehaald zelf, is een van de tips. Hè, van, als je dan toch geld afhaalt, haal dan een groter bedrag af, dan heb je toch minder die transactiekosten erbij. Een andere tip is, als er in een restaurant wat geregeld gebeurt, voorgesteld wordt om te betalen in euro of in de lokale munt. Ja, dan weet ik nooit wat ik moet zeggen. Dan heb je de neiging spontaan te zeggen, nee, maar euro, doe het niet. Ah. Betaal altijd in de lokale munt, want de wisselkoers van Visa en Mastercard is veel beter dan die ter plaatse. Dat is een goede tip. Ja, ik vind het ook. Dat is een heel goede tip. Het advies voor ons vertrek, wat zou je daar dan eventueel nog zeggen? Dat zijn zo'n beetje, laat ons zeggen, een aantal common sense voorzorgsmaatregelen. Hè. Kijk eens na dat je betaalkaarten naar die vervaldatum. Zijn die echt nog wel een aantal maanden geldig? Zijn ze getekend achteraan op je kaart? Moet je altijd tekenen, want anders is de kaart nog niet van jou. Hoe zit het met je saldo? Staat er voldoende saldo op? Want op vakantie geef je misschien iets meer uit. Mm-hmm. Met je betaallimieten. Zelfde reden, misschien wil je wat meer uitgeven en moet die limiet van je kredietkaart wat opgetrokken worden. Je kaart deblokkeren als je buiten Europa gaat, want in C standaard zijn hier kaarten puur voor Europa. Okay. Maar dat kan heel simpel, eigenlijk via je app, mobile banking of zo, kan je dat zelf gewoon deblokkeren. Nadien veiligheidshalve wel best terug blokkeren. Wat wij ook standaard aanraden is, kopieer eventueel je kaarten, maar ook zeker je identiteitskaart of je paspoort, daar een kopie van nemen en die ergens anders bewaren dan op de plaats waar je die officiële documenten zelf bewaart. Ja. En dan nog een aantal gewone tips is, neem ook zeker altijd ergens het nummer van kaartstop mee. Ja. Hand of sla het op in je gsm. Je debetkaart, als je de beide kaarten hebt, bewaar ze eventueel ergens anders. Want als er dan eentje gestolen wordt of je verliest er eentje, heb je nog een backupkaart. En verder zou ik zeggen, pas goed op voor phishing en fraude, want die is nog altijd overal aanwezig. Ja. Dus dat zijn ook meer tips voor tijdens onze reis. Ja. Nu, als ik het goed begrijp, Anne, zijn we niet veel meer in het buitenland zonder een kredietkaart. Hè? Nee, dat is echt wel moeilijk. We hebben het over auto's huren gehad. Ja. Daar moet je dat ook standaard afgeven. Absoluut, als je in een hotel incheckt, vragen ze dat eigenlijk ook voor de waarborg. Ja, absoluut. Dus, kredietkaart wordt meer en meer onmisbaar. Ja, inderdaad. Oké. Dat was het, denk ik. Denk het ook. Oké. Merci, Anne. Goeie vakantie. Voor jou ook. Dag. Merci.